mijn YouTube-video's te kijken en jouw is het. Oh, ster. Ik heb hem gemist. Ik heb hem. Mogelijk weer de knop. Ik was te snel aan het drukken. Jongens, bonus content. Vallende sterren. Vandaag hebben we Celeste. Ik heb Mume als co-commentator hier heel even bij. Het nadeel is, het geluid gaat nou niet synchroom lopen. Nee, Mume, ik denk dat echt... Was... Oh, ja, nee, heb weer één. Dit gaat heel raar klinken. Nog één. Maar we hebben Celeste op ons eiland. Die heeft ons een recept gegeven die ik jullie zeker laat zien. En ja, op dit soort momenten krijg je dus een strak blauwe, heldere iets. En ja, dan krijg je vallende sterren. Hallo allemaal. Het is zondag 29 maart 2020. 8 minuten voor 3, hier op Cleefside. Ik heb vandaag niet echt nieuws om te delen, maar we gaan bijna een nieuwe week in. En ik hoop dat jullie aan verwachtingen zal voldoen. Goed, dit was Isabelle, over en uit. Goedemiddag. Oh, mijn telefoon gaat. Drommels! Oh, dit is de meer van de zoek. We hebben 16.000 klingels. Ja, ik weet het. Ik heb gisteren nog eventjes wat kleine dingetjes weggegooid. Dat heb ik daarin gegooid. Klopt. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe, wel, daily update over Animal Crossing hier in Leafside van New Horizons. Er is heel erg veel gebeurd. Gisteren, er is een... Ja, we zijn afgesloten met een kleine bonus in verband met Totter dus. Sterrenregen is geweest. We hebben mensen kunnen doen. Ik heb een inventory vol met appelbomen. Ik heb nog cadeautjes kunnen geven. En het was gisteren heel erg laat geworden. En ik baal ergens van als een stekker. Vandaag is het zondag, ook wel bekend als knollenzondag. In het Engels turnip zondag. Dan zou je dus knollen kunnen kopen van een NPC die hier rond gaat lopen. Het enige nadeel is, die is er maar van 5 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. En ik was te druk bezig met editen en ik wist dit niet, dus hier moeten we nog een week mee wachten. Maar goed, in ieder geval, wat ik heel eventjes snel ga doen, is ik ga heel even kijken of ik een leuke plek kan vinden om de appelbomen eventjes te gaan planten. Voordat we gaan beginnen met de daily routine. Dus ik ben zo bij jullie terug. Goedemiddag Coco, leuk om je te zien. Oh, die shop die helemaal vol staat. Hun die bezig zijn met Mabel! Hoorden jullie dat deuntje, jongens? Hoorden jullie dat deuntje? Ja, wij hebben onze nieuwe city-deuntje. Oh, hoi Stevie, je komt ons geroepen. Ik wil graag je mening horen. Heb je even tijd voor me? Tuurlijk. Altijd. Wat is er? Dankjewel. Ik wil graag je mening over horen over de locatie van de winkel die we willen openen. Dankzij jou hebben we vele klanten op dit eiland die niet steeds willen wachten tot ik er weer ben. Dus heb ik het met mijn zus erover gehad en wil ik hier een winkeltje openen. Vandaag had ik een gesprek met Tom Nook en hij was heel erg enthousiast. Hij zei... We hebben nog wel wat bouwmaterialen over van op zoek. Ja, ja. Dus we hoeven alleen nog even een geschikte locatie uit te zoeken. Ik heb precies de persoon die je daarmee kan helpen. Stevie, ja, ja. Dat is eigenlijk een beetje wat hij zei. Dus ik ben blij dat ik je tegen het lijf gelopen ben en dat je wil helpen. Oei. Blijf maar ratelen. Sorry, maar ik ben ook zo opgewonden. Mijn zus en ik vinden het prettig om hulp te krijgen van iemand die dat Tom Nook wordt aanbevolen. Dus wil je een locatie voor ons uitzoeken, Stevie? Ja, natuurlijk wil ik dat. Ik heb geen tijd. Kom nou, we maken tijd. Oké, nou, wij mogen het dus neerzetten en er komt dus een winkel. Er komt een nieuwe winkel bij. Dat is wel heel erg gaaf. Oké, dan ga ik eens heel eventjes kijken, want waar zullen we die het beste willen plaatsen? Ja, jongens, we hebben nog heel erg veel te doen. Ik knip heel eventjes naar een locatie toe. Ja, ik ben bang echt, jongens, dat muts nergens iets vinden is meer. Ook al lok je voor de eerste keer in. Ik heb mijn eerste perenboom! Oké, sorry. Hey, wat is dit? Sterrenfragmenten! Ja, die kunnen we nog vinden op mijn strand. Aangezien dat we dus gisteravond nog vallende sterren hebben gezien. Daar gaan we later naar op zoek. Ik wil nu eerst even kijken, wat is een hele goede locatie voor de kledingshop? Oké,
Oké, we zijn tevreden over deze plek. Hier komt de kleermakerij. Binnen de kortste keer heb je een klerenwinkel. Iedereen zich een stuk zwijgervoller kan kleden. Nou, in ieder geval, we hebben dus een plek. Hier hebben we dus morgen. Het is wel heel erg dicht, zeg maar. Als je hier dan aankomt, gelijk vlot kledingwinkel. Misschien dat ik hem ietsje naar achteren moeten plaatsen, maar... Nee. Ik vind hem goed. En je kunt altijd alles nog verplaatsen, mocht je dat willen. Ik vind hem hier wel goed staan. Nou, ik heb gisteren zoveel bezoekers ondertussen gehad. Ik ga heel even kijken of ik nog wat meer shards kan binnen, want waarom ook niet. Hoi Tank, hoe gaat het met jou? Trouwens, we hebben nog niet eens onze mail gecheckt. Steven, ga je mail checken? Trouwens jongens, wat vinden jullie van de outfit die ik vandaag heb gekozen? Ik vond hem best wel bijpassen. Oké, ik heb heel eventjes inventory management gedaan. We hebben ruimte voor cadeautjes en voor onze bestellingen en weet ik het allemaal nog meer. Wat zit er in onze mail? Even kijken. Zo, we hebben best wel veel brieven binnengekregen. We hebben een brief van Tammy. We hebben een brief van Academie. Nook Inc. heeft ons iets gestuurd. Coco heeft ons een brief gestuurd. Dat is een bestelling van ons. Broccoli heeft een brief gestuurd. Tank heeft een brief gestuurd. Nog een Academiebrief hebben we gestuurd. En we hebben een brief van Suzy. Nou, laten we eens beginnen met de brief van Suzy. Dear Stevie. Koud, hè? Van Suzy. Eigenlijk niet. Valt wel mee. Is niet zo aanstellig. Oh. Oké, okay, waar heeft Suzy ons gestuurd? Wat heeft Suzy ons... Eens even kijken. Een radiator! Oké. Okay. Eens even kijken. Oh, die kan ik hier niet neerzetten. Die kan ik alleen maar binnen plaatsen. Nou ja, misschien leuk voor een extra kamer. Wie weet, daar gaan we dadelijk wel heel eventjes naar kijken. Goed, eventjes voor... We gaan gewoon van beneden naar boven eventjes kijken van de academie. Gefeliciteerd, we hebben een cadeau om je uitbreiding van je huis te vieren. We hopen dat dit meubelstukje inspiratie zal geven op het gebied van inrichting. Ja, onze huislening is inderdaad nog voltooid. Dat heb ik gisteravond er nog heel eventjes snel bijgeteld. En, ja, we hebben gelijk een nieuwe lening afgesloten. Een huiswerkposter. Hoera. Dankjewel. Facecam die doen we niet tijdens daily routine, jongens. Daar kan altijd later nog een facecam erbij. Oké, okay, brief van Tank. Mijn fitness erin, Stevie. Bedankt voor je cadeau. Ik ben dol op verrassingen. Maar ik had niet verwacht dat ik er zo blij mee zou zijn. Mijn glimlachspieren zijn in tijden niet zo goed getraind. Hier heb je iets leuks terug. Je trainingsmaatje, Tank. Ik heb Tank een brief gestuurd. Laatst was hij ziek en toen heb ik een medicijn extra gestuurd omdat ik me best wel zorgen maakte. Hij was een beetje gemeen tegen sommige bewoners, maar voor de rest... Hij is nu best wel weer aardig, dus eens even kijken wat heeft hij teruggestuurd. Een pianokruk! Oké, okay, nou nog de piano vinden. Broccolo! Hey Stevie, bedankt voor je welkomstkaart. Ik voel me heel welkom en... Oh, wacht eventjes. Dit is Broccolo. Dat is... sorry. Hey Stevie, bedankt voor je welkomstkaart. Ik voel me heel welkom. Je cadeau is zeker ook welkom. Ik hoef me toch niet terug te geven als ik ooit weer verhuis. Hehe, grapje, Broccolo. Nou ja, dat is een beetje een late reply van Broccolo. Want Broccolo die heeft inderdaad, toen hij gearriveerd was, had hij dus een mierennest gekregen. Maar hij heeft een meter. Wat is een meter? Dan wil ik het weten. Kun je dan je eigen opmeten of zo? Kan ik erop staan? Oké. Okay. Leuk, denk ik. Dankjewel, Broccolo. Oké, okay, eens even kijken. Waar hadden we ook alweer? Even kijken, bedankt voor je trouwe gebruik van. Ja, ik had iets inderdaad besteld. Namelijk... volgens mij was dit... Oh, dan moet ik even denken hoor. Heb ik ook alweer besteld. Ja, de vuurtoren. Ik wou een vuurtoren plaatsen aan het strand. Tot we onze eigen vuurtoren hadden. Dat leek me echt super gaaf. Dus vandaar. Wat heeft Noem nog meer gestuurd? We hebben de uitbreiding van je prachtige huis voltooid. Tijdens de verbouwing zijn er een aantal spullen die aan je muur hingen in je opslag geplaatst. Sorry voor het ongemak. Gaan we zo naar kijken. Oké, okay, dan hebben we er nog eentje van de academie. Over het huis van Stevie. Punten 35.474 klasse B. Gefeliciteerd. De woning heeft 10.000 of meer punten gekregen. Dan sturen we je hierbij een cadeau om die prachtige prestatie te vieren. Hopelijk vind je het leuk. Oké, okay, we hebben een klasse B. Dat heeft over de inrichting van je huis te maken. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar klasse B is denk ik goed als 10.000 het AWW-vaantje.
Voor mij kun je dat ook aan de muur plakken. Want ik kan hem hier niet plaatsen. Nou ja, we hebben dadelijk een nieuwe kamer om dat heel eventjes uit te vogelen. Goed, wat hebben we nog meer? We hebben er eentje van Tammy. Hoera. Wauw, Stevie. Je krijgt wel een knoeper van een huis, zeg. Toen ik van die nieuwe kamer hoorde, heb ik dit voor je gehaald. Met al die extra ruimte heb je ook zeker meer zooi nodig om erin te zetten. Pak aan die zooi, Tammy. Ik weet niet of ik hier blij mee moet zijn. Wat is het? Boekjes steunen. Waarom boeken dus? Tenminste. Dat kan wel leuk zijn als decoratie-item, Tammy. Op zich niet verkeerd. Best wel leuk. Ik mis nog een paar... Even kijken, waar heb ik nog... Oh, ik heb nog een brief van Coco. Beste Stevie, dankjewel voor je fijne berichtje. Ik ben blij als iemand aan me denkt. Vind jij schrijven ook zo moeilijk? Het is dan wel de gedachte die telt. Maar voor mij tellen woorden ook. Meer weet ik niet. Het allerbeste. Van Coco. Oh, Coco, dat is wel heel erg lief van je. Oké, er zat geen cadeautje bij, maar het heeft niet te maken met cadeautjes. Ik bedoel, echt serieus. Dus. Maar, Tammy, daar heb ik echt mijn gemaxte voelen. Gisteren was ze echt super zangerij die de hele dag doornamen. En ja, dat is eigenlijk een beetje zo doorgegaan. Ja, juist. Kunnen we heel eventjes gelijk gaan kijken bij de nieuwe kamer die we hebben? Ik ben wel nieuwsgierig. Oké, onze nieuwe kamer. Niet al te groot, net zoals de andere kamer. Kunnen we ook nog nieuwe opprint en alles neer gaan doen. Laten we eens even kijken naar alles wat we nou hadden. De radiator die we van Suzy hebben gekregen. Ja, je moet inderdaad een verwarming aan je huis kunnen hangen. Op zich is dit wel heel erg leuk, maar echt koud. Ja, dat... Als het koud is, voor in de winter is het wel heel erg handig. Suzy, ik ben er blij mee hoor. Huiswerkposter. Hoezo is dit een huiswerkposter? Het is wel een hele mooie poster. Ik denk dat ik Mario hier heel erg blij mee kan maken. Want die houdt namelijk nogal veel van de sterren, noem het maar op. Maar ik denk dat ik die aan Mario ga sturen. Waarom ook niet? De pianokruk. De meter, die hebben we gezien. De vuurtoren, die zullen we maar hier niet proberen te doen. Het AWW-faantje. Oké, die ziet er ook wel gaaf uit. De boekensteunen die we van Tammy hebben gehad, die hebben we inderdaad gezien. En dit zijn de stuffs die we... Sowieso ga ik dat later zelf inrichten. Dat doe ik niet in de daily update, omdat ik wil de video's wel een beetje natuurlijk zo gericht mogelijk houden. Goed, post hebben we gehad. Ik ga heel eventjes kijken wat onze daily routine is. Ik ga eventjes mijn inventory, ik ga even al de meubels eventjes hierin sturen. En dan gaan we dus beginnen met onze daily routine. Want jullie zijn natuurlijk ook benieuwd hoe dat de nieuwe... Hoe dat de appeltuin eruit is gekomen. En wat kunnen we nog meer doen? Suzy had daar een heel mooi idee voor. En die heeft ons daar een goed idee bij gegeven. Plus we hebben dus Mabel die ook nog eens een keertje bij ons kan wonen. Dus op zich hebben we best wel een leuke daily routine. So far. Oké, Mabel. We hebben een locatie gevonden voor je winkel. Ontzettend bedankt. Graag gedaan. En je zus kopen dan snel langs te kopen. Waarschijnlijk morgen. Verkoop je nou ook dingen? Wat verkoop je vandaag? Ik wil weten. Dus even kijken, heb je leuke dingen voor ons? Je hebt een lage shirt met opdruk. Je hebt een pullover jas. Je hebt een roze... Jongens, echt serieus. Ik ga daar echt de hele dag rondlopen. We hebben nou de sterrenzonnebril. Volgens mij is dat dezelfde die wij hebben. Of wij hebben de gele, dat kan ook. We hebben een krantenjongenspet. Nou ja, deze combo die vind ik op zich wel leuk om te kopen. En de basketbalschoenen die hadden wij af. Melee sokken. Zoals in Super Smash Bros. Melee. Tweetjurk. Oh god, oh god, oh god. Nou, geen zorgen. We hebben dadelijk sowieso nog... Ik weet niet hoeveel bells te gaan halen. Want jongens, zoals dat jullie al hebben gezien... staan er enorm veel dingen hier op het eiland. Deze dingen die kunnen namelijk genoeg gedoneerd worden aan het museum. Die heb ik gisteren gevonden op willekeurige eilanden. En ook nog eens een keertje gewoon bij de steiger. Net zoals de Blue Marble Vis. Of, ik heb geen idee meer hoe dat hier heet. Goudvis hebben we gevonden. En een of andere zalm hebben we gevonden. Dit kan allemaal dadelijk gedoneerd worden. Maar als we aan deze kant gaan kijken. Heb ik hier enorm veel vissen die dus verkocht kunnen worden. Ik heb hier enorm veel insecten die het allemaal waard zijn. Ja, ik heb weer een riemvis kunnen vangen. Nee, dat beeldje dat wil ik niet oppakken. Oeps. Nou, dat is alvast 90.000 klingels. Wat leuk, wat leuk.
Nee, er staat nog meer buiten. Even een ogenblik geduld, alsjeblieft. Ik heb nog meer voor je. Goed luisteren, jongens. Wie herkent het deuntje? Ik ben zeker nieuwsgierig. YouTube, jullie mogen van mij ook raden. Wie herkent dit deuntje? Laat het weten in de reacties. En ik ben heel erg benieuwd of inderdaad van de chat tot ze het ook weten welke dat het is. Dat we hier nou een trapje hebben. En welkom in Apple Garden. Ja, yep, ik heb het al allemaal hier geplant. We hebben hier 10 appelbomen heel mooi op een rijtje staan. Ah, die boom daar, die mag van mij eigenlijk best wel blijven hangen. Deze, just gotta go. Doei. Net zoals deze, die moet van mij ook weg. Uh-oh, nee. Ik heb hem niet, ik heb hem niet vast, ik heb hem niet vast, ik heb hem niet vast, ik heb hem niet vast. Oh boy, dit gaat fout. Oh. Stop met cancel. Ja, nee, ik word gestoken. Oké, nou, laten wij maar eens heel eventjes dan hier het geldboompje gaan planten. Ja, dan gaat dat boompje daar ook maar weg. 1000 klingels, nou. Laten we daar nou eens eventjes 99.000 voor weer begraven. Volgens mij, als ik me niet vergis, is er een kans dat er met 3 keer 10k teruggeeft. Ook al stop je de 99k in. Dat zou heel erg zoutig zijn. Het is eens gebeurd met een vriend van mij, oef. Uh-oh. Waarom vertel je me dat nu pas? Oké, nou, ook eventjes voor YouTube. Ik hoor net het bericht van als je 99.000 klingels, dan heb je 1 op 3 kans dat er maar 10.000 voor terugkomen. En dan verlies je dus 69.000 klingels. Dus, damn. Komen ze nou mee met het bericht? Net dat ik het heb... Nee, joh. Gefeliciteerd met je vond. Ik wilde zo graag iets maken als nodig, zeg maar, voor mijn idool. En we dachten we dit zelf plan. Het zit in deze fles, dus kijk je daar. Het wordt sowieso een superhit. Moet wel echt maken, hè. Een pootafdrukplaatje. Deze krijg je dus als je dus wished upon a star. En ja, dan wil ik jullie toch nog wel eventjes een leuk verhaaltje bij vertellen. Want gisteren was het dus inderdaad feest dat er bij mij dus een sterrenregen was. En ja, we hebben heel erg veel upon a star kunnen wishen. Echter, het probleem was wel... Mijn zus die kwam na een tijdje ook gezellig naar mijn eiland toe. Dus Susie, die ons de goede tip heeft gegeven. En nee, ik geloof je, Suus. Ik geloof je, 100%. Dus laten wij maar hopen dat het bij ons ook gebeurt. Want anders zou het best wel pijnlijk zijn, dus... Maar goed, in ieder geval, Susie heeft gisteren enorm veel ongeluk gehad in verband met... Ze kwam dus naar ons eiland toe. We hebben 3 waves op dat moment gehad van vallende sterren. En ja, we gingen dus inderdaad met z'n 3 dan verder vallende sterren kijken. En op het moment dat mijn zus op het eiland kwam, viel er geen enkele ster meer. Alle sterren die, ja, hadden geen zin meer om te vallen. Die hadden echt zoiets van, nee, we blijven staan. Dat is zo dik 3 kwartier lang geweest. Op het moment... Dat mijn zus zoiets had van, nou ja, volgens mij vallen ze niet meer. Ik ga naar huis, ik heb het gehad, ik vond het mooi geweest. Tot de volgende keer. Echt 2 minuten later. Het zal niet korter geweest zijn, echt 2 minuten later. Echt, het was supersnel. Ze was net weg. De vliegtuigsporen, die waren nog te zien. Zo extreem. En ja, ze had dus... Ja, op dat moment kwamen de vallende sterren gewoon. Echt op dat moment, oh, vallende sterren. Ik vond dat zo gemeen, maar aan de andere kant ook zo hilarisch. Sorry. Misschien ben ik dan een beetje gemeen, maar ik vond dat zeker hilarisch. Goed, nou, ik ga heel eventjes op zoek naar de fossielen. Ik zie jullie zo terug. Dat zou echt super cool staan en super mooi zijn. En, oeh. Dat is een vlinder, die heb ik nog niet gehad. Nee, hier blijf jij. Dit is een nieuwe vlinder. Goed zo. Je hebt een pauwenpage gevangen. Daar mag je best trots op zijn. Wat is een pauwenpage? Deze zijn wij nog niet tegengekomen. Encyclopedie. De pauwenpage.
Bouw een page vanaf maart, april, mei en juni. Kun je overdag kun je alleen vinden tussen 4 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds. Oké. Interessant. Andere informatie om te weten, dus zoek altijd die dingen op. Wat zijn trouwens onze daily achievements? Want we hebben nou geen 5 achievements. Laat fossielen analyseren, verkoop fruit. Oh, dat gaat zeker gebeuren. We gaan zeker stenen slaan, we gaan zeker... Oh, dit. Dit komt wel goed. Ik weet nog niet wat de daktopper is. We hebben de knollen helaas gemist, zoals ik al eerder zei. We gaan dadelijk alle fruit gaan we harvesten. Maar eerst de daily dinges, zoals nu. Richting het museum. Oké, jongens, voor de sake of laten zien hoe mooi dat dadelijk alles in één keer is en noem het maar op, ga ik niet bij elk voorwerp wat we hebben een beschrijving doen. Maar ik wil natuurlijk wel jullie de fun geven van insecten te doneren. Dus laten we eens heel even het nieuwe insecten gaan doneren. Oei, pardon. Hallo, mijn waarde Stevie. Welkom in het Museum van Liefde. Hoe kan ik je van dienst zijn? Nou, zoals altijd, we willen een donatie doen. Wij hebben voor jou weer één hele mooie vlinder. En ik ben eigenlijk ook best wel benieuwd wat de vissen zeggen. Dus laten we de vis... Ja, vooruit. We doen de vissen ook. Maar eerst de Power Page. Een Power Pagina. Help, een Power Page. Oh, ze kwellen me weer. Ik ben je dan ook verplicht om te vragen... Ja, wij willen informatie. Kom op, leiders. Wij willen informatie. Kom op met die informatie. Geef het voor onze neus. Is het heus? In dat geval, hoor toe. Zo trots als een pauw? Ha, ik zie hogenaamd niets om trots op te zijn. De vleugels van de Power Page hebben dan misschien een patroon dat lijkt op van die van een vogel. Maar zijn voorvleugels zijn vaak bedekt met donker, zijdeachtig haar. Je hoort het goed. Harige vleugels. Daar reizen de haren je toch van de bergen. Ribby. Hoe dan ook. Mijn oprechte dank voor de donatie. Nou, graag gedaan in ieder geval. Ja, niet zo interessant en echt serieus. Je hebt altijd een best wel negatieve, maar ja, je bent bang van insecten, dus logisch. Goed. De donauzalm, die kun je vangen. Ja, ik hoop dat deze video op tijd is. Maar deze kun je alleen maar vangen nog in maart. Deze is enorm zeldzaam. Kom pas weer terug in december. Zeg ik tegen... Wacht even, voordat ik foutieve informatie gegeven. Jij moet even je mond houden. Ik ga heel eventjes mijn encyclopedia erbij halen. Heel erg belangrijk dat ik de goede informatie hier verschaf. Want anders krijgen we klachten en dat wil ik niet. Goed, vis. Ja. De donauzalm, die kun je dus vangen tussen... 4 uur? Ja, 4 uur en 8 uur. 4 uur middags tot 8 uur ochtends. Het enige nadeel is, het is al de 29ste vandaag. Je hebt nog 2 dagen. Dan is hij weg. Dan de andere vis die we hebben gevonden, dat is de blauwe marlijn, oftewel de blue marble, zoals dat die in de Engelstalige heet. En die kun je dus nog gewoon rustig vangen, ook in april. Die kun je alleen vangen bij de pier, dus zorg ervoor dat je visvoer bij je hebt. Want ja, het nadeel is, deze zijn moeilijk te vinden. Net zoals de zalm is ook heel erg moeilijk te vinden, of de tonijn, sorry, de tonijn hier. Die kun je ook nog vangen, maar ja, ook alleen maar bij de pier. Hou er rekening mee. Nog eentje die binnenkort weggaat, dat is de steur. Ja, het is een enorme sleur, maar de steur die verdwijnt weer in april en komt pas terug in september. Dus hou daar rekening mee. Vissen die dus niet meer te vangen zijn in april. De rest van de lijst, ik heb geen idee. Ik speel het spel ook pas voor de eerste keer. Hoe en nu verder? We hebben 5 mensen op ons eiland. Er komt nu een nieuwe winkel bij. Ik zie Coco. We willen daar zo zeker met al onze residents praten. Maar wat valt er nou nog te doen? Is er een mededeling? Zijn er kaassoufflés? Echt serieus, mededeling. Wat een geweldig eiland. Ik hoop snel nog eens een keer op visite te komen. Violet Fair van Emberheart. Super bedankt voor alle gezelligheid. Groetjes. Magikarp. Leuke foto gemaakt van het moment dat we met z'n allen dus inderdaad een feestje hadden op het pleintje. Echt hele leuke reacties hier, maar niet echt een nieuwe aankondiging. Duidelijk. Goed. Oh, hallo, Stevie. Plotseling heeft je huis er nog een kamer bij. Hm? Je wooncomfort blijft maar toenemen. En dat brengt ons tot... De kosten van de verbouwing, dat is dan 758.000 klingels. Ja, ja, je kunt de betalingen voldoen bij de klingelautomaat van Nookstation, zoals altijd. Oh, trouwens, een van de aanpassingen die je nu aan je huis kunt laten maken, is het plaatsen van een andere deur. Door de deur te vervangen krijgt je huis een heel nieuw uiterlijk. Probeer het maar eens. Dat is me zoals altijd weer genoeg zaken te doen, ja, ja.
Nou, laten we gewoon eerst heel eventjes wachten met tot de lening is afbetaald. Wat dacht je daarvan? Goed. Volgens mijn zus moet ik nu vragen. Wat kan ik doen? Ah, je wil weten hoe je kunt helpen. Nou, we hebben nu een mooi gebouw voor de servicebalie. En je hebt het plein ook vast wel gezien. Wat mij betreft zijn we helemaal klaar voor een groot evenement. Wie had dat gedacht? Van onbewoond eiland tot bruisende gemeenschap. Ik wil iets spectaculairs doen om het te vieren. Ja, ja. Ik heb grote plannen. Hele grote plannen. Waar ik weet niet hoeveel geld mee kan verdienen. Sorry. Vertel het in, stomnoek. Heb ik je aandacht kunnen trekken? Oké, ons doel is om de onvoorstelbare populaire artiest KK Slider hier te laten optreden op Leafside. Stevie, je weet toch wel wie KK is? Ja, toch? Ik moet heel eerlijk zijn, ik ken hem van Smash. Ik weet wie het is. Het is de hond met de gitaar, toch? Dus... Alleen, ik zou niet zeggen dat het mijn idool is, maar om nou ook weer te zeggen dat ik er nooit van gehoord heb... het is de enige muziekartiest, dus dan zou het wel mijn idool zijn, denk ik. Al vind ik niet al zijn muziek goed, maar... Ja. Ik wist wel dat je uitstekende smaak had, Stevie. Mijn favoriete karaoke nummer van hem is trouwens KK Klaagzang. KK Klaagzang. Ah, sorry, zoals je misschien al kunnen raden. Ik ben een grote fan, dus ik draaf nogal snel door. Ik heb liever Go KK Rider. Dit is mijn. Dus, ja. Maar goed, als KK hier een concert houdt, kan Leafside wel eens wereldberoemd worden. We hebben al veel gedaan voor de ontwikkeling van dit land. Maar een optreden van KK zou het klapstuk van ons harde werk zijn, Steve. Vraag me maar wat ik kan doen als je klaar bent om meer van mijn plan te horen. Ik zit hier nu, Tom Nook. Wat kan ik doen? Ah, dus je wil mijn plan horen om KK hierheen te halen voor een concert. Ik noem het Project K. Mijn plan bestaat uit 3 stappen. Eerst moeten we meer bezoekers naar ons eiland halen. Vervolgens moeten we meer bewoners krijgen. En tot slot zetten we ons in om de naamsbekendheid van het eiland te vergroten. We gaan het aantal bezoekers en bewoners vergroten en maken Leafside zo populair tot ik dadelijk helemaal in de klingels kan zwemmen. Sorry. Dat zelfs KK er niet meer omheen kan en onze uitnodiging aanneemt om hier een concert te houden. Leuk toch? Dus, als eerste stap gaan we het aantal toeristen vergroten door een kampeerplek op ons eiland te maken. Zo kunnen bezoekers makkelijker ervaren hoe het is om hier te wonen en het is ook een goede reclame. Dus, kun je je telefoon even pakken, Stevie? Ja, ik heb mijn facecam niet aan, maar ik pak mijn telefoon wel eventjes, hoor. Zo, ik heb je het plan gestuurd voor het kampeerplekpakket. Ik wil dat je dat maakt en een mooie plek uitzoekt voor onze nieuwe kampeerplek. Ik reken op je. Nou, dat is wel een hele leuke daily activity om dat vandaag te doen. Dus laten we eens even kijken naar dat bouwproject wat hij dan heeft gestuurd. Oh, dat ziet er wel heel erg gaaf uit. Oké, eens even kijken. We hebben dus hout nodig, zacht hout... Hardhout, we hebben ijzerklompjes nodig. Garnet. Oké. Nou ja, sowieso hebben we onze stenen nog niet gemapt. En noem het maar op. We hebben nog niet alles verkocht wat we kunnen verkopen. We hebben nog de appeloogst die we dus nog heel eventjes moeten doen. Dus sowieso de daily routine. Gaan we heel eventjes mee verder. En natuurlijk met onze residents praten. Dus Broccolo, hoe gaat het met jou? Ik wil gewoon... Ook van de buitenfrisse en van de frisse buitenlucht aan het genieten. Die zijn om te praten. Zou er vandaag iets cools gebeuren? Het zou zomaar kunnen. En wie weet wanneer? Waarom? Hoezo? Oh, wat spannend. YouTube, welkom terug. We hebben even een lange knip, even een beetje wat ijzer gehad. We hebben alle stenen gedaan, we hebben de geld opgehaald. En we kunnen dus nu onze kampeerplekpakket gaan maken. Nu is de vraag, waar gaan we dit plaatsen? Ja, op zich is dit wel een hele leuke kampeerplek. En we zijn gelijk van een boom af, dus oké. Dus, morgen hebben we een kampeerplek. Gelijk een boom weg, hè? Heerlijk. Morgen hebben we dus een kampeerplek erbij staan. En ja, dat is morgen. Goed, nou, hetgene wat ik nog eventjes met deze daily update wil afsluiten... is ja, we hebben een nieuwe lening. Ja, ik moet enorm veel klingels gaan verzamelen.
Maar wat ik dus nog heel eventjes wil afsluiten is, ik wil nog heel even met andere bewoners praten. We hebben met Tank gepraat. We hebben met Broccolo gepraat. Coco, ben je thuis? Oh, Coco is niet thuis. Is Agent misschien thuis? En we willen heel eventjes kijken wat we kunnen maken van de Star Fragments. Daarmee wil ik het eigenlijk afsluiten voor YouTube, dus Tammy, ben je thuis? Tammy? Oh, ze is aan het klussen. Dan kunnen we weer wat leren. Wat leuk. Hey Stevie, heb je nergens voor nodig? Wat ik doe? Wat ik hier doe? Kijk je ogen uit, man. We maken hier een houten tafeltje. Doe het zelf, dit is echt flink hard werken, dus ik ga er helemaal voor. Het is enorm de moeite waard. Heel gestel als elkaar knuffelen. Knuffel, knuffelen. Daar, hou je van knuffelen. Een houten tafeltje maken, bedoel ik. Ik kan je wel laten zien hoe het moet. Alsjeblieft, hoor. Ik wist wel dat je ja zou zeggen. Oké, hier is een doe-het-zelf plan. Succes ermee en nou eruit. Ik ben heel benieuwd naar het resultaat. Het is zo leuk om iets zelf te maken. Daarom ben ik ermee bezig. Nou, ga weg. Smeren. Tammy, wat ben je toch weer vriendelijk. Hallo, hallo. Heb je een goede plek gevonden voor onze kampeerplek? Jazeker. Uitstekend, uitstekend. Ik ben benieuwd wat voor plekken dat je hebt uitgekozen. Nu de locatie is vastgesteld, kan ik beginnen met de bouw. Dan hebben we vanaf morgen een prachtige kampeerplek voor bezoekers. Spannend. Maar Tom Nook, luister eens. We hebben nou 2 bruggen, ik wil nog een brug. Ja, nee, ik wil nog een brug. Ja, nee, luisteren. Je hoeft niet te... O ja, we hebben ook nog een ceremonie te doen. Zometeen, eerst. Ik wil een brug. Ik wil een brug. Ik wil een brug. Ik wil gewoon een brug. Ik wil een brug. Ik wil een brug. Ik wil een brug. Geef me gewoon een brug. Ik ga game spelen nu. Dag, mister. Was gezellig dat je erbij was. Maar ik wil een brug. Ik wil deze sowieso, denk ik, bij mijn huis gaan plaatsen. Waar dat mijn nieuwe huis gaat komen. Dus het wordt de zendbrug. Yep. Ik wil een brug. Ik denk dat het wel een mooi uitzicht eigenlijk is in verband met bij het strand. Dat je dan zo... Ik vind deze mooier. Wat vinden jullie? Ik vind deze plek leuker. Ja, beter. Oké, ja. We gaan gewoon met deze kant. En dat is handig om dus een chat bij te hebben. Dus YouTube nogmaals. Wil je gezellig een keertje bij een livestream aanwezig zijn? Link staat in de beschrijving. We lopen zo'n 1 à 2 dagen voor op YouTube. En ja, of voor op Twitch. Dus wil je een keertje er live bij zijn, dan is dat altijd mogelijk. Ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie allemaal te zien morgen bij de volgende video. Doei! Ben ik echt niks vergeten? Kijk heel even snel in mijn inventory. Want ja, 5 minuten bonus tijd. Want ik denk dat we alles gedaan hebben. Want mijn stem wordt steeds hoger. Doei!